Wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland. Wat willen wij? Vrijheid. 3 weken geleden, niet nu, maar nu. Ah, mooi. Het is, mooi, mooi, mooi. Het is bezopen. Wat een dag, hè? Ja, een heerlijke dag. Ja, vertel eens. Ja, ik vind het gewoon helemaal geweldig. Al die, ja, die vrouwenenergie, die mannen die hier op ons staan te wachten. Ik vind het helemaal super. Ja? Ja, ja, hou ik van. Ja. Maar waar gaat het vandaag om? Ja? Wat denk je? Oh, je vraagt het aan mij natuurlijk. Vrijheid. Want we zijn niet meer vrij. Sorry? We zijn niet meer vrij. Nee, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik voel me niet vrij in dit land. We worden helemaal in één richting geduwd van angst. Ja. En daar moeten we dan in blijven. En dan denk ik, sorry. Ja. Dit gaat niet. Dat was in 1933 begon het al. Vergelijk dit met de Tweede Wereldoorlog? Ja, absoluut. Mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ik ken die verhalen. En wie is dan in dit geval hetzelfde? Wie is dan de healer van dit moment? Geen idee. Nou ja, ik vraag het aan u. Met een R begint het. Mark Rutte. Mark Rutte en zijn lieve maatje, de jongen en de heer Van Dissel. Dat zijn voor mij mensen. Daar moet ik uit de buurt blijven. En ik denk een hele hoop Nederlanders. Ja. Waar ben je er weer bij? Ik ben er weer bij. Ik hoorde u net zingen en roepen. Het kan toch niet zo zijn dat zo'n heel erg klein landje ter wereld een pedofiele partij heeft? We weten dat het gebeurt. 71,2% van alle kinderpornografie gaat door modems en door Nederlandse wegen. Hoe ver moeten we nog zingen? Hoe ver moeten we nog zakken? Ik zijn cameraman. Ik dacht dat het ging over de vrijheid vandaag. Nee, het gaat over de pedofilie. Het gaat over de fucking pedofilie. Dat wij het grootste wereldwijd netwerk zijn in pedofilie. Onze kindjes zijn niet veilig. Ze worden overal weggehaald. Vanuit de AZC's tot aan... Maar meneer... Ik las dus het evenement vandaag en er stond vrouwen voor vrijheid. Ja, dat is ook zo. En nu bent u man en nu gaat het niet over vrijheid, maar over pedofielen. Ja, maar daar gaat het ook over, Dennis. Het gaat over vrouwenvrijheid voor de kinderen, fascinaties, al die dingen. Nee, we hebben Danny Vonk doet het al. Jongens, we zijn liefdevol, vredevol. Wat kom je doen? Werken. Ja, goed zo. Wil je dan vrouwen daar van de organisatie interviewen? Hoezo dan? Nou, daarom. Mag toch iedereen interviewen die ik wil? Bent u van rare man? Waar? Mag ik mijn ding weer terug? Ja, maar doe een keer normaal, ja. Ik doe het zelf een beetje gek. Maar waarom zou de overheid dan het slechtste met ons voor hebben? Weet je, de overheid, ik denk dat die ook gemanipuleerd worden. Door wie? Door het grote geld. Door Big Pharma bijvoorbeeld. Ja. Dus goed, het moet gewoon van tafel, slaat nergens op, moet gewoon weg. Ja? Klaar, weg. Ja. En waar zit het grote gevaar in? Nou, het gevaar zit hem in de dictatuur. De dictatuur die ze uitgerold hebben. Mark Rutte heeft op 15 maart heeft hij gewoon een dictatuur uitgerold over Nederland. En daar ben ik tegen, daarom ben ik hier. Ik ben echt woest daarover. Hij heeft gewoon de bevolking voor gelogen. Dat heeft hij gedaan. Dan moet hij voor berecht worden. Okay, we zijn voor Rotterdam in opstand en dat gaan we echt niet accepteren dan. Rotterdam in opstand? Ja. Is dat ook weer een nieuwe partij? Dat is gewoon een groepje van zoveel groepen. Ja. Wij leggen gewoon het accent op Rotterdam met onze Rotterdamse vlaggen. Wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland! Wat willen wij? Vrijheid! 3 weken geleden, niet nu, maar nu! Ah, mooi. Mooi. Het is bezopen dat wij in Nederland in zo'n stukje werelddeel leven. Ik kan geen woord geven in dit. Waar hebt u nou over dan? Wat zegt u? Wat zegt u nou? Ik zeg, je gaat fascisten geen woord geven in zo'n demonstratie. Maar waarom is die man een fascist dan volgens u? Omdat hij voor Nederland, alsof het daarom gaat. Waar bent u voor dan? Hier. Transparant beleid. Tegen de noodwet. Ik heb het idee dat alles een beetje door elkaar loopt. Zij zijn tegen de pedofiele partij. Ja, dat is vreselijk dat ze iets uitpikken. Het loopt allemaal door elkaar. Ze willen naartoe, volgens mij willen ze toe naar één wereldorde. Er moet één macht bovenaan staan die ons aanstuurt in wat we gaan doen en wat we niet gaan doen. Vergelijk het met China. En daar gebruiken ze dit virus voor? Ja. You believe it or not,
I believe it. Maar er zijn ook heel veel mensen in Nederland die zien dit. Ja. En die denken, goh, stel idioten. Nou, moeten zij weten. Ze komen er wel achter. En het duurt niet zo lang meer.